Goedemorgen, Mrs. Dalloy. Goedemorgen, Virginia. Generale repetitie vandaag voor de acteurs van het Internationaal Theater Amsterdam, die de komende dagen weer voor publiek op de planken staan met try-outs van hun voorstelling De Uren. In het kader van de pilot testen voor toegang. Ik zit daar ook mee! Of eigenlijk zat er vandaag ook al iemand in de grote zaal mee te spieken. Jawel, de koningin. Ja, spannend, ik was aan het zweten overal. Ik kreeg echt overal zweet. Nou ja, ik weet niet waarom, eigenlijk ben ik hier helemaal niet zo... Ik was wel rustig eigenlijk, ja? Vond ik. Ze was wel heel lief. Maar dit weekend dus weer voor 200 man, gelukkigen die een kaartje hebben en een negatieve coronatest. Ik denk persoonlijk dat het maakt eigenlijk niet uit wat je doet. Mensen hebben zo'n zin in een voorstelling of uit of even naar iets, dat elke scheet zullen ze wel aannemen als Oscar-waardig, denk ik. Ja, dat weet ik niet, want zoals Marieke gisteren zei, misschien gaan ze juist extra kritisch zijn. Ja, ja. En ik heb in elk geval reacties van mensen om me heen die zeggen, oh, ik ben zo blij dat ik erbij ben. Ik heb een kaartje. Niet dat ze bij het ITA deze coronawinter stil hebben gezeten. Via livestreams wisten ze wereldwijd soms een publiek van duizenden te trekken. Maar het is zeker niet onze redding. En het is niet dat wij nu alleen maar een filmbedrijf zullen worden. Aan de andere kant is het goed dat we een tijdje lang op de digitale ontwikkeling van het theater ons hebben kunnen concentreren. En dat we dat hopelijk in een toekomst meenemen waar we weer volle zalen zullen hebben. Maar wanneer dat precies is en hoe de wereld er dan uitziet, dat blijft ongewis. En dus blijft ook de financiële situatie van het theater penibel. Het ITA dat voor 40% afhankelijk is van eigen inkomsten. Dus is iedere vorm van steun, ook al is het moreel, van harte welkom. In acuut, denk ik, tot het einde van het jaar kunnen we een stabiliteit garanderen. En kunnen we toch ook een programma realiseren. Als de langere termijn, daar zijn wel een... Daar heb ik soms niet altijd de beste slaap over, zal ik het zo zeggen. Ja.